Dennis Demmers, jullie verliezen de laatste oefenwedstrijd met 1-0. Maar als je door de uitslag heen kijkt, wat is dan je oordeel? Ik denk dat wij een goede wedstrijd hebben gespeeld. En goed in de verdedigende organisatie gestaan. Daar maken we stap in. We hebben die tegenstander heel moeilijk gemaakt die toch in de hoogste divisie in Turkije speelt. Zelf de beste kansen gehad, helaas niet gescoord, onszelf daarin niet beloond. En op het eindsignaal krijgen we de cornerbal toch nog een doelpunt tegen. Dat mag niet. Dat moeten we voorkomen, maar goed, daar kunnen we wel verder mee. Dat is ook zo'n beetje de enige kans die jullie hebben weggegeven. Ja, dat zeg ik, we stonden goed en we creëerden genoeg kansen. Maar je moet ze ook zelf maken. Maar wat ik zeg, we hebben genoeg goede dingen gezien. En ook weer een aantal dingen die niet goed zijn en daar kun je dus verder mee. Maar het is wel zorgen dat scoringsvermogen, want jullie hebben de laatste weken vaker wedstrijden gehad waarin je de nul zeg maar hield voorin. Nou ja, baat me geen zorgen. Je moet natuurlijk wel scoren om te kunnen winnen. Maar daar zijn we hard mee bezig en die gaan vanzelf goed vallen. Over de spitspositie gesproken, de kogel, hoe is de situatie daarmee? Nou ja, goed, we hebben in ieder geval gezegd dat we geïnteresseerd zijn en veel meer weet ik er niet van, dat ligt bij de club. Maar jullie willen wel hem toevoegen aan de selectie? Wij vinden dat hij een goede indruk heeft achtergelaten op de trainingen en één helft in de wedstrijd tegen Helmondsport. Maar ja, die tweede helft die konden we helaas niet meer spelen. Heb je verder nog wensen voor de transfermarkt? Nou, wensen niet. Kijk, we kijken nog wat er mogelijk is, maar we hebben met deze groep, hè, daar moeten we nu mee verder. Dat hebben we nu en daar focus ik me ook op. En we zullen zien wat er verder nog gebeurt, maar we moeten stappen maken met deze jongens en daar zijn we goed mee bezig. In hoeverre heb je het elftal voor volgende week al in je hoofd zitten? Nou, in grote lijnen wel. Hè. We hebben vandaag ook wat minder gewisseld. En je moet toch naar vastigheid toe ook. Dus er kan altijd nog iets gebeuren, maar in grote lijnen hebben we die wel. Dus aan de keuzes die je vandaag hebt gemaakt, kunnen we al iets uit afleiden, zeg maar. Nou, dat is jouw conclusie. Welk gevoel hou je nou over aan de voorbereiding in zijn algemeen? Nou, we hebben een hele vreemde voorbereiding gehad hè, met die Europa League wedstrijd. Wel heel mooi, maar daardoor krijg je wel een hele andere opbouw. Waarbij je eerst al twee keer een zware tegenstander krijgt. Al snel fit moet zijn. Daarna ga je eigenlijk weer terug naar amateurclubs die we heel goed gespeeld hebben. Uit de trainingskamp hebben we tegen Excelsior gespeeld. Dat was gewoon niet goed en ver beneden maat. Terecht verloren en ook weinig afgedwongen. Nou, in de wedstrijden daarna hebben we steeds een stijgende lijn laten zien. Alleen ja, geen doelpunten gemaakt, wel kansen gecreëerd. Ja, en toch te makkelijk nog de doelpunten weggegeven. Ben je dan klaar voor Jong PSV volgende week? Nou ja, dat zal moeten blijken. We hebben deze week nog en we gaan weer door. We willen de norm nog hoger leggen. En wat ik zeg, dat zullen we dan zien. Wat mogen we van jullie verwachten dit jaar? Nou ja, we in ieder geval een strijdende ploeg. Hè, die op een overwinning speelt, zoals vandaag ook. Hè, druk naar voren toe, daar waar het kan. En altijd strijd, dat is de basis. Willen supporters ook. Dat zijn we ook verplicht. En dan proberen zo hoog mogelijk mee te spelen. Ja, vorig jaar hebben we twee ploegen gezien die vanuit een degradatie meteen weer terug wisten te promoveren. Mogen we dat verwachten van Go Ahead? Ja, dat weet ik niet. Iedereen wil graag promoveren, maar dat zal de competitie ook moeten uitwijzen. We gaan in ieder geval proberen om bovenin mee te draaien.